Als directeur van het Rijksmuseum maakte hij zich hard voor de Rijksmuseumtuinen. Nu is hij directeur van de stichting Droom en Daad. In die functie is hij een warm pleitbezorger voor vergroening van steden en de ontwikkeling van nieuwe stadsparken. Welkom, meneer Pijbers. Dat pleidooi voor stadsparken, wat u heeft, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar staat misschien niet helemaal bovenaan de agenda met alle corona-perikelen die we om ons heen hebben. Dat is juist heel bijzonder dat het niet bovenaan staat. Maar ondertussen zijn er alle redenen voor te bedenken om het juist nu bovenaan te zetten. Die noodzaak om met name de publieke ruimte nu opnieuw te definiëren, zoals we dat ook gebruiken, wijst alles dat parken door iedereen worden herontdekt, lijkt het wel. En als je de afgelopen 2 jaar kijkt... Mensen gaan heel veel wandelen. Ja, mensen gaan heel veel wandelen. En ja, dat is op zich goed, met afstand nemen uiteraard. Maar toch, het gebruik van stadsparken, dat nam de afgelopen jaren al enorm toe. Maar ook de literatuur en de discussies over stadsgroen en juist het profijtelijke van stadsgroen, daar is enorm veel over gepubliceerd de afgelopen jaren. En je ziet de afgelopen weken, in deze COVID-19-periode, dat er ook heel goed wordt nagedacht over, als we weer uit die crisis komen, dat herdefiniëren van het groen, dat we dat eigenlijk moeten meenemen uit wat we nu leren. Al die rapporten die er zijn, nou, dat zijn er talloze. Maar die cijfers die allemaal worden gepubliceerd, dat gaat over CO2-adaptie. Het gaat over het koelen van steden. Bomen zijn de beste airco's, wordt geschreven. Het gaat over geluid wat afgenomen wordt, wat afneemt in de buurt van stadsparken. Dus het adopteert CO2. Ja, want zelf denk ik, het is misschien goed om te wandelen, maar dat kan je ook in je buurt doen. Of je kan ook op je balkonnetje zitten zonnen. Waarom zijn die stadsparken zo nodig? Nou, er zijn nog veel meer, dus ik noemde net een aantal. Ze zijn goed voor sociale cohesie. Stadsparken zijn goed voor de ontwikkeling van vastgoed. Dan zou je denken van, hoezo, wat heeft dat met elkaar te maken? Er zijn rapporten in Nederland, maar ook in Amerika met name, waar het een beetje voor oploopt, die aantonen dat onroerend goed aan stadsparken over het algemeen tussen de 8 en de 15% meer in waarde zijn dan de straten daarachter. Nou, als je dat berekent, en wat ze in Amerika nu al doen, is dat de WOZ-waardes, dat heet daar anders maar toch, die WOZ-waardes van stadsgroen gerelateerd vastgoed, dat terugkeert in dat park. Met andere woorden, de plus van huizen, dat wordt geïnvesteerd in het groen wat er tegenover ligt. Ja. Dat is voor beide partijen is dat goed. Voor de stad als geheel, want dat groen is dan meer, er is meer geld voor. Want ja, stadsparken in Nederland, niet alleen in Nederland, worden vaak gezien als een kostenpost. Nou, en dat zien we om ons heen de afgelopen jaren steeds minder en minder worden. Het onderhoud gaat achteruit, er wordt bezuinigd. Stadsparken zijn van niemand, dus van iedereen. Dat is een lastige portefeuille. U had het net ook over de gezondheidsvoordelen. Ik zag zelf in een rapportje van de Bank Nederlandse Gemeenten. Dat verbaasde mij eigenlijk, qua gezondheid. Dat door stadsparken zijn er 25% minder depressies, 23% minder mensen met de astma. En gemiddeld bespaart dat 720.000 euro zorgkosten. Verbaasde u dat? Mij wel. Namelijk. Nee, dat verbaasde mij niet. Want er zijn, behalve dit rapport, zijn er nog veel meer rapporten. Ook van het RIVM in 2018 is een prachtig rapport verschenen, waarin heel duidelijk in euro's wordt gekwantificeerd wat de waarde is van groen en blauw. Want het gaat ook over water. Maar laten we het even over stadsgroen hebben. En daarin staan ook inderdaad dit soort cijfers, maar er staan ook over obesitas, over het gebruik van Ritalin, over het gebruik van medicijnen. Het verlaagt het stressniveau, het verhoogt de levensverwachting. Nou, al dat soort cijfers, die zijn allemaal becijferd. Het doktersbezoek, nou, noem het allemaal maar op. En het RIVM doet zelfs ook uitspraken over de toename in waarde van vastgoed. Dus alles is terug te vinden, gekwantificeerd in euro's. Dus het pleidooi zou moeten zijn, waar wachten we op? Want al die rapporten zijn er allemaal wel. Als het allemaal zo voor de hand ligt, waarom zijn onze steden dan niet al meer vergroend? Dat is een goede vraag. En dat is, het antwoord zou juist in deze tijd geformuleerd moeten worden. Nou, misschien ligt een deel van de vraag ook wel, wie gaat het allemaal betalen? We gaan een recessie tegemoet. Zo'n stadspark aanleggen of vergroten, dat kost nogal wat. Ja, dat kost zeker iets, maar de overheid hoeft dat ook niet alleen te doen. Als je kijkt naar de Amerikaanse situatie, daar zijn Daar zijn stadsparken die ook in toenemende mate worden gefinancierd vanuit omliggende bedrijven of omliggende bewoners die er echt wel iets voor over hebben om dat park wat... U was in het Central Park in New York? Central Park onder andere, ja. Maar ook Bryant Park, de High Line. Er zijn allerlei andere voorbeelden, ook in andere Amerikaanse steden. Maar met name de New Yorkse steden laten zien... dat het beheer van die parken, niet het bezit... Het bezit is van de stad, dat is van ons allemaal, dat is public good. Maar het beheer van die parken, dat wordt juist gedeeld met particulieren. Met stichtingen en de organisatievorm van zo'n park. En dat zou je in Nederland nu ook moeten doen. Dus private partijen die betalen eigenlijk mee? Ja, exact. Het beheer van zo'n park... Wordt in een soort, laat ik zeggen, in Nederland in een stichting gebracht. Waarbij dus het onderhoud wordt geborgd. Er wordt contributie betaald. Er zijn vrijwilligersorganisaties. Nou, er zijn allerlei vormen van particulier beheer en bemoeienis met dit park. Wat als public good voor de hele maatschappij iets is wat om mooi te worden en om gebruikt te worden. En pleit u er dan voor in Nederland om dat ook te doen? Dat onze stadsparken ook mede gefinancierd gaan worden door de burgers? Ja, ik denk als ik de Amerikaanse voorbeelden zie, en die zijn nagenoeg allemaal succesvol. Als je dat model terugvertaalt naar Nederland, wat heel goed kan. Overigens zijn er in Nederland al voorbeelden van, in Tilburg, maar ook in Utrecht. Dat Right to Challenge is daar bijvoorbeeld een onderdeel van, waarbij burgers... de overheid dus uitdagen, challengen, om te zeggen... wij kunnen het beter dan de overheid. Of in ieder geval samen te doen met de overheid. Nou, dat kan in Amsterdam in het Vondelpark, dat kan in Rotterdam in het Park. Daar zijn initiatieven nu waarbij de handen ineengeslagen worden... en vanuit de burgerij en bedrijven en stichtingen naar de overheid wordt gestapt... en zegt, kijk, als we het nou zo doen, samen... dus niet 3 keer in de week schoonmaken, maar iedere dag schoonmaken... dan kost dat iets meer geld. Dat geld zijn wij bereid om toe te leggen... ten behoeve van een park voor ons allemaal. Even advocaat van de duivel, maar waarom zouden burgers gaan meebetalen als een stadspark? U had het net al even over vastgoed, wat meer waard wordt. Zit het daar de crux? Nou, het is niet zo 1 op 1. Nee, omdat burgers zich ook betrokken voelen bij een betere samenleving. Het is niet alleen meer dat het publieke domein per se is weggelegd voor het openbaar bestuur. Het publieke domein kan ook heel goed worden belegd, voor een deel tenminste, bij de burgerij. Die is verantwoordelijk. En ik woon niet aan een park, maar ik zou liever bij... Waar woont u? In Overschie, Rotterdam. Maar goed, ik zou liever naast of tegenover een schoon, veilig en heel stadspark wonen... dan in een stadspark wat als een 5e of een 6e wordt beheerd en schoongehouden. Nou, dat kan ik me ook voorstellen dat je dat denkt. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, dat moet de overheid dan maar betalen. Nee, waarom zou de overheid dat als enige moeten doen? Juist Central Park laat zien, ik neem nog een keer dit Amerikaanse voorbeeld... dat juist waar die particulieren ingrijpen of waar ze bijspringen, dat het beter gaat. En vergis je niet, ook de grote stadsparken in Nederland... het Vondelpark, nogmaals hier in Amsterdam... maar ook het park in Rotterdam, dat zijn initiatieven. Er zijn meer parken in Nederland die juist vanuit de burgerij zijn ontstaan. Maar dat begrijp ik niet helemaal. Als u zegt dat het beter gaat, dat als burgers bijspringen... dan als de overheid gewoon het park onderhoudt. Waarom zou het dan beter gaan? Dat is gewoon een kwestie van geld. Er komt meer geld bij. En doordat er meer geld bij komt... Is er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en ook betrokkenheid die zorgt dat de stad en de samenleving er beter en mooier uitziet? Groen is goed, groen is gezond, groen maakt gelukkig. En groen is ook, dat is het nieuwe goud. En mensen begrijpen dat. Ja, nou, ik wil het feestje niet alleen maar bederven... maar er zijn natuurlijk ook mensen die naast een park wonen... die het misschien ook een beetje als overlast ervaren. Er zijn heel veel evenementen in parken. Veel muziek, veel mensen, veel drukte om je huis heen. Waarom zou je gaan meebetalen aan de overlast in je eigen omgeving? Het is juist... nogmaals, dat laat New York zien, Bryant Park, Central Park, High Line. Dat is allemaal heel goed te regelen. Als je daar met de betrokken burgers, die dus zowel de buren zijn... maar ook een straatje verderop wonen, samen met die overheid afspraken maakt van... dit gaan we doen met z'n allen. We willen een aantal dingen goed vastgelegd hebben. Het aantal evenementen beperken, bepaalde afspraken over schoonmaken, veiligheid. En Amerika laat zien dat dat kan. En ik weet zeker dat dat hier in Nederland ook kan. En dan daar wat concrete plannen. Amsterdam, daar is deze week toevallig besloten... tot de aanleg van een nieuw stadspark. U zult wel tevreden zijn. Nou, het is niet helemaal toevallig. Laurens Ivers, de wethouder hier, heeft dat inderdaad... geschreven. De hele voorpagina van het Parool stond daar dus inderdaad vol mee. Dus op zich geeft dat al aan dat parken enorm in de belangstelling gaan komen. En dit plan wat in Amsterdam nu is gelanceerd, overigens met een horizon van 2050, wat natuurlijk veel te lang duurt. Dat is nog 30 jaar weg. Dan is het park er pas. Dat is nou typisch iets van boompje groot, plantertje dood. Dat moeten we niet doen. We moeten zorgen dat we nu met al die plannen die er zijn, want we zijn het met z'n allen met elkaar eens in Nederland. Al die nota's, die participatiebijeenkomsten, die congressen, alles, al die seinen staan op groen. Alleen we moeten nu in beweging komen. En deze crisis laat dus zien dat parken door iedereen worden omarmd en gebruikt worden. Ja. Ze zijn democratisch, ze zijn gratis toegankelijk. Dus ja, beginnen met bomen planten. Dat is wat er moet gebeuren. Dat wou ik net zeggen. Want Amsterdam, dat voorbeeld, is het dus pas over 30 jaar. Wat kunnen we dan nu al doen? We kunnen nu zorgen dat die urgentie naar voren komt. En we kunnen ook zorgen dat de overheid, en dat zegt Iver Straus ook in het Parool, hij doet een beroep op de burgerij. Je kan, dat werd vroeger al gedaan, als er een kind geboren werd, kan je voor €25 of gulden toen nog, kan je ergens een boom planten in een park. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Maar je kan ook inderdaad met mensen die rond een park wonen afspreken van, joh, jullie hebben baat bij een schoon, heel veilig park. Zouden jullie genegen zijn om een deel van jullie WOZ-belasting te oormerken om in dat park te stoppen als onderhoud? Zo kan je beginnen. Maar er zijn ook allerlei fondsen. Er zijn liefhebbers van groen. Er zijn vrijwilligers te vinden. En die kan je allemaal mobiliseren om die stadsparken in heel Nederland tot iets geweldigs te maken. Heeft u mevrouw Halsma, de burgemeester Amsterdam, al gebeld? En wat vond ze ervan? Nee, het is niet alleen in Amsterdam. Het zijn alle steden in Nederland. Dus zeker, maar heeft u met burgemeesters gepraat? Om te vragen in Rotterdam heb ik met stadsbestuur gesproken. Die zijn enthousiast. Die moeten inderdaad nog wel uit de modus komen van, ja, wacht even, er komen nu particuliere geluiden dat we dit samen moeten doen. Dat is even wennen voor beide partijen. Dat snap ik ook wel. Het ging in Amerika ook niet van een leien dakje en van de ene dag op de andere dag. Maar we zijn op de goede weg. En nogmaals, die Amerikaanse voorbeelden laten zien dat het tot iets geweldigs kan komen. En ik ben ervan overtuigd dat dat in Nederland ook kan. Ik help het u open. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan.